Mij fascineert de snelheid waarmee eigenlijk de hele wereld steeds kleiner wordt. Ten eerste denk ik dat ik met mijn kunst wil zeggen dat je jezelf kunt zijn en jezelf altijd mag zijn. Ik schilder heel veel zelfportretten bijvoorbeeld. Mijn werk is vrij autobiografisch. Ook in mijn videowerk speelt humor een belangrijke rol. Maar tegelijkertijd laat ik de huidige tijdgeest eigenlijk zien. Door het vele in één screen te willen laten zien. Zoals het ook op internet eigenlijk gaat. Je flitst van het een naar het ander. Typ je een zoekopdracht in, dan kom je uit op iets heel anders bijvoorbeeld. Nou, het verhaal dat ik wil vertellen met mijn werk is dat wij het tegenwoordig heel normaal vinden dat we bespioneerd worden. In winkels, op straat, onze e-mail, onze Google zoekmachine, Facebook. Alles is eigenlijk op het internet en zal er ook honderden jaren blijven, denk ik. En dat is heel bizar. Maar we denken, ja, we staan er niet echt bij stil, denk ik. En dat fascineert mij.